Na verkiezingen kiest de Kamer uit haar midden een nieuwe voorzitter. Dat kan ook tussentijds gebeuren als de voorzitter is opgestapt, zoals nu met Van Miltenburg. De meest in het oog springende taak van de Kamervoorzitter is natuurlijk het leiden van de debatten. Hier vanuit deze stoel. Zorgen dat het debat wel ruimte krijgt, maar toch ook ordentelijk en begrijpelijk verloopt. De Kamervoorzitter heeft daarvoor een aantal machtsmiddelen. Het kan iemand vermanend toespreken. Het kan ook zijn dat de Kamervoorzitter zegt, ik ontneem u gewoon het woord. En zelfs kan de Kamervoorzitter iemand de zaal uitsturen en de toegang tijdelijk ontzeggen. Zoals een leraar in de klas. Maar daarnaast doet de Kamervoorzitter ook meer. Hij of zij ontvangt buitenlandse gasten en vertegenwoordigt omgekeerd het Nederlandse parlement, de Kamer, weer in het buitenland. De Kamervoorzitter is ook voorzitter van het bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, dat altijd hier vergadert. Daar zitten leden van allemaal verschillende fracties, ook ondervoorzitters van de Kamer. En daar worden tal van zaken besproken, bijvoorbeeld over het personeel van de Tweede Kamer. Maar ook, hoe gaat die grote renovatie van het Binnenhof er straks uitzien? Die verhuizing van de Kamer, een hele belangrijke taak voor de nieuwe voorzitter. En als de termijn erop zit, dan krijg je hier een schilderij. Hier hangen alle oud-Kamervoorzitters van de afgelopen jaren. Kortom, er zijn nu drie kandidaten waarvan straks één portret hier aan toegevoegd gaat worden.